Vorige week donderdag in het parlement tijdens de behandeling van de ontwerpwethoudende wijziging van de Milieuraamwet had minister Marciano Nassai van Ruimtelijke Ordening en Milieu het over het gebruik van cyanide in Suriname. De bewindsman liet weten dat cyanide een zeer gevaarlijke stof is voor de mens als de natuur. Kwestie cyanide, bevindingen, wat is de status van cyanidegebruik in het land? Cyanide is een zeer gevaarlijke stof voor zowel de mens als het milieu en valt onder twee klassen van gevaar. Er moet dus zorgvuldig omgegaan worden met deze chemische stof. Cyanide wordt veelal gebruikt bij extractie van goud en werkt zelfs in sommige gevallen efficiënter dan kwik. Maar beide van deze stoffen zijn gevaarlijk en nogmaals eist zorgvuldigheid met het omgaan ervan. Omgaan ermee omvat in principe een hele keten vanaf het gebruiken bij de extractie, het lozen, transporteren, opslaan en importeren. U merkt zelf dat de keten van gebruik meer is dan alleen extractie van goud. Dus niet omdat bedrijf X een mijnbouwvergunning heeft gehad, mag deze of is deze bevoegd om te gaan met cyanide. Het bedrijf moet kunnen aantonen dat zij beschikt over de juiste competentie en capaciteit en vooral transparant moet zijn met haar bedrijfsactiviteiten en geen plichten vermijden. Er moet een instituut zijn die afdwingt dat alle relevante documenten worden overlegd en het bedrijf moet niet komen met het proces is gepatenteerd. We kunnen niet hiermee werken, want hoe moeten we weten wat er wordt gedaan met afval van cyanide? Het bedrijf of bedrijven moeten aan planken gesteld worden voor alle onvolkomenheden en milieudelicten. U ziet zelf dat dit alles een vrij ingewikkeld proces is en daarom is het nu zaak dat de milieuvergunningen en vergunningen voor gevaarlijke stoffen ingesteld moeten worden om dit alles te kunnen opvangen. Allemaal verwerkt in de Milieuraamwet en taken weggelegd voor de NMA. Thank you.